Ik besef uiteraard heel goed hoe zwaar het is voor onze burgers, voor onze gezinnen, die geconfronteerd worden met die stijgende prijzen aan de pomp, met die dure prijzen voor diesel en benzine die ze moeten betalen. En ik begrijp ook maar al te goed dat op dat ogenblik die mensen onze richting uitkijken voor een oplossing. We hopen uiteraard allemaal dat de marktprijzen spoedig zullen gaan stabiliseren, zullen gaan normaliseren. Maar we kunnen natuurlijk onze gezinnen in de tussentijd niet aan hun lot overlaten. En ik vind dan ook logisch dat we werk maken van een systeem dat de druk op onze gezinnen kan verlichten. En zo'n systeem is inderdaad het omgekeerde cliquetsysteem. En de invoering van zo'n omgekeerd cliquetsysteem kan een buffer zijn, een schokdemper zijn voor onze gezinnen, een schokdemper om de grote prijsstijgingen, om die toch wat te gaan verzachten. En ik zal het gesprek hierover dan ook binnen de regering voeren en met veel overtuiging pleiten om op die manier die sterke prijsstijgingen opnieuw onder controle te brengen.